Werner, ik ben er weer. We zijn vandaag weer op het vliegveld Zorgenhoop. En dit is inspecteur Groenberg. En ja, ik ben hartstikke blij om weer hier te mogen zijn. Want dit is ons tweede jaargang. En we gaan weer heel veel filmen. Er is veel veranderd. We zien wat nieuwe helikopters, veel nieuws op het veld. En ik wil meneer Groenberg even hartstikke bedanken. Euro, mijn leven. Thank you, my brother. En voor mijn Rasta vrienden, daar hebben jullie echte reggae helikopter. Prachtig. We komen ook weer Wilgo tegen. Dit is Wilgo. En hij is onze security. En ja, Wilgo heeft vorig jaar heb ik ook al kennis mee mogen maken. En Wilgo die doet de security. En hij houdt ook van filmen. Dus we gaan zeker mooie filmpjes maken. We zijn er weer, jongens. Op het vliegveld. Even kijken naar onze vrienden. Oh, kijk eens wat we daar hebben. Kijk eens wat we daar hebben. Dit is de allernieuwste 20, wat is het, 208 of 209 van Gum Air met glass cockpit. En we hebben het over die zwarte, hè? We hebben het over de zwarte. En dit is de Papa Zulu Tango Bravo Delta. Tango Bravo Tango. Van de kerosine jouw kant op komen. En je bent weer blij dat je op het vliegveld bent. Zorgenhoop Airport. Je hebt mij betrapt. Ja, ik had het over deze meneer hier zo, hè. Hij zit in de auto. En dit is de allernieuwste kist van Gum Air. Zoals je kunt zien, de zwarte. Ja, wat is dat? 209, 208. En we piepen even naar binnen. De allernieuwste is dit. De allernieuwste van Gum Air. We moeten wel een beetje afstand nemen. Want je mag niet op het veld staan als het vliegtuig aan het opstijgen is. Hell yeah! Heerlijk! Ah, oh, daar gaat het weer. En daar hebben we ook een 206, die wordt klaargemaakt om weg te gaan. Het is een drukte van je welzijn hier op Zorgenhoop Airport. Ene vliegtuig naar de andere gaat weg. Er wordt ontzettend veel gevlogen. Ontzettend actief vliegveld is dit. En dit is onze tweede jaargang dat we hier mogen filmen. Heel eventjes een kijkje in de cockpit. Zoals je kunt zien, dit is een glass cockpit. Dit is allernieuwste, de allernieuwste Cessna Caravan. De allernieuwste. 25 jaar al. Super top. Kijk ook naar de cargo pack. Kijk hoeveel er in kan. Maximaal 280 lips per compartment. Zie je dat? 280. 270. Kijk nou. Wat een prachtige kist. En dit is de Papa Zulu Tango Bravo Bravo. Onthoud het maar. Want deze zul je nog heel vaak zien vliegen. En daar gaat die baby.
Daar gaat hij. Komt ie, jongens. Goeie reis, jongens. Veilig terugkomen. Ook het gebouw wordt ontzettend hard aan gewerkt. Het ziet er prachtig uit. Ik was vorig jaar hier, was dit allemaal in aanbouw. En nu is het bijna klaar. En daarboven heb je de pilot lobby. Hè? Daar zitten alle pilots en daar hebben ze zeg maar hun accommodatie, hun computers, flight simulator, X en zo, weet je wel. Mooie vrouwen die hun bedienen. Jawel, dat is allemaal aanwezig. We kijken naar mijn favoriete 206. Ik ben ontzettend gek op deze vliegtuigen, omdat het zijn ontzettend lekkere vliegtuigen om in te vliegen. Het blijft maar doorgaan, jongens. Het blijft maar doorgaan. De Papa Bravo Delta, die gaat nu vertrekken. En we staan zo heerlijk hier achter. En mijn pet gaat zo meteen wegwaaien. Maar dit is zo lekker. Het allermooiste wat je kan doen, is op het vliegveld zijn. Het allermooiste. Die net aanvliegen, maar ja, ik weet niet wat er gebeurde. Sir, dit is ook captain van Gummer. Ik ga even kennis maken. Dit is captain Jim van Gummer. Thank you.
We kijken naar de hangar van Gum Air. En de helikopter van vorige keer die staat er weer. Staat er nog steeds eigenlijk. En waar we naar kijken is de Islander van Gum Air. Die wordt dadelijk waarschijnlijk naar buiten gereden. Of getrokken. Om ook een vlucht te maken. Want alle vliegtuigen op dit moment van Gum Air, die zijn wel een beetje aan het werk. Hallo, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Wat doe jij precies hier zo? En waar bestaat jouw werk? Dat heb ik vroeger ook gedaan. Ik deed dat voor Bonini. Toen was ik 70 jaar oud, maar Bonini bestaat niet meer. En vind je het leuk werk? Ja, ja. Wil je ook piloot worden? Ja. Dus je vindt wel leuk. Ga je ook altijd een beetje? Ja. En het tanken van een Cessna, dat doe je op deze manier. Op de vleugel zitten namelijk twee tanks van 200 liter. Tenminste, of 100 liter, ik weet het niet meer precies. En daar kan je dan, zeg maar, de benzine in doen. En natuurlijk hebben wij onze Shell logo. Dit is een hele mooie gelegenheid om te kijken naar de nieuwe caravan van Gum Air. En je zult zien, als je kijkt naar het dashboard, naar de cockpit, dan zie je dat een heleboel metertjes niet meer aanwezig zijn. Nou ja, de belangrijke zoals de snelheidsmeter en de hoogtemeter en de vertical speed, et cetera, die zijn nog wel klassiek. Maar als je daar even boven kijkt, dan zie je zien dat dat allemaal schermen zijn. En dit is het allernieuwste systeem. Dit heet glass cockpit. Dus wanneer je hoort glass cockpit, betekent het dat er zeg maar schermen zijn, televisieschermen, waar het beeld op verschijnt. Net als in de auto van mama, die heeft ook glass cockpit. Nou, niet echt, maar wel een beetje. En kijk, prachtig leden. Wat een prachtig vliegtuig. Dit is splinternieuw. En hij is met de inspectie bezig. Hi sir. Ja. 50, 100 euro. 100? Ja. En wat heb je allemaal zo'n beetje gedaan op de 100 uur inspectie? Nou, dat is nog niet begonnen. Nog niet begonnen, maar jullie gaan alle paneeltjes losmaken. Ja. Alles bekijken. Weer wel, ja. Ja, ja. Oké, sir. Have a nice day. Kijk, als we kijken naar bijvoorbeeld de andere caravan, dan zullen we zien dat hier allemaal klokjes en metertjes in zitten. Zie je dat? Allemaal klokjes en metertjes. Dit heeft wel een beeldscherm hier, zoals je kunt zien hier. Maar dat is de radar of de GPS of whatever dat is. Maar kijk, beautiful, beautiful. Beautiful. En natuurlijk kunnen wij onze vrienden van de Surinaamse zendingsvliegdienst niet vergeten. Dit zijn onze vrienden. Ik ben voor begonnen. Ik heb alweer mooie plaatjes geschoten. Waar ga je naartoe?
zitten. Ja, met de familie ook, gezin. Dan. Hallo mama. Nee lieverd, ik ben al bijna klaar. Oh, hij komt me groeten. Oké. Okay. Ja, ik ben nu bij de medische zendingsvliegdienst. En ik ga even wachten tot Martijn gaat opstijgen, want hij gaat naar Drietabbetje. En dat wil ik heel graag even filmen en dan kom ik wel naar huis. Nou nee, niet zo laat, maar ik kom straks. Nou, dan ga jij eerst een beetje met hem praten, handje vasthouden en zo, en dan kom ik eraan. Ja? Oké, ik hou van je. Dag mama. Doei. We staan bij de MAF en ik wil jullie graag voorstellen aan onze nieuwe captain. Hoi, Dirk. En dit is Maarten en ik heb eergisteren kennis gemaakt met Maarten. Oh, Captain Andy kwam ik eigenlijk opzoeken en ik trof en leerde... Ja. Maak de kennis met Maarten. En Maarten gaat zo meteen vliegen. Ja. Hoe lang ben je nou al hier? Ik ben nu een week hier. In Suriname? Bijna een week, ja. En hoeveel vluchten heb je al gemaakt? Vijf. Vijf? Ja. Hoe is dat met die binnenlandse veldjes? Ben je daar op ingevlogen? Hoe is dat gegaan? Ja, je moet uitgecheckt worden. Je moet uitgecheckt worden? Dat moet je eerst gaan doen of zo? Ja, in principe wel. Dus sowieso hier voor je Surinaamse vliegtuig. Ja. En dan is het belangrijk. Op die lokale velden. Ik ken die lokale velden al wel van het verleden. Oké. Okay. Oh, je was in het verleden ook al hier zo? Oké, okay, oh, geweldig. Ja. Dus, en ben je blij om terug te zijn? Ja, is goed. Ja? Beter dan Nederland, hè? Of vloog je ook in Nederland? Niet veel, bij de vliegclub, maar niet veel. Niet veel. En hier vlieg je gewoon lekker elke iedere dag lekker aan. Okay. Ja. Ja. Nou, je gaat zometeen naar Drietabbetje. Ik wens je een ontzettende goede vlucht. Dankjewel. Mijn moeder zit alweer op me te wachten, anders was ik zeker meegegaan. Ja. Oké. Okay. Maar misschien dat het nog... Ja, een andere keer. 18 juli ben ik jarig, dus wie weet. 18 juli. Ja, dat is gedood. Wie weet. Okay. In ieder geval, wanneer ben jij jarig? April is al geweest. Is al geweest, ja. Oké. Ik kom sowieso de komende dagen nog heel veel op het veld. En dan kom ik jou ook zeker nog groeten en de jongens ook. Goed. Nogmaals bedankt. Dag Maarten. Goeie vlucht. Hoi. En op final hoor ik dat er een 206 aankomt. Kijk. Dat is een 206 van Gum Air. We horen Ubifort die uit de taxi knallen. Kijk naar de landing, jongens. Prachtige landing. Kijk. Beautiful landing. Hell yeah. I love you, baby. Tango Bravo Golf. Die hebben ze net ook bij de take-off gefilmd. En daar komt hij uit. Hi, dit is Puck Darlington. We zijn op het vliegveld Zorg en Hoop. En daar zijn we alle take-offs en landings aan het filmen die we maar kunnen filmen. We zijn hier zo voor de tweede keer. En onze eerste keer, dat was vorig jaar. En daar kun je ook al veel films van zien op YouTube. Voor vandaag zijn we een beetje klaar met filmen. Omdat thuis op ons gewacht wordt. Maar we komen sowieso terug om nog veel meer films te maken hier op Zorg en Hoop Airport. Thank you for watching. Dit was Puck Darlington. En tot mijn volgende Zorg en Hoop Airport. Bye.